Je hebt ook veel boeken geschreven over verslaving. Ik vind dat een heel interessant onderwerp, hoe dat werkt. Je bent zelf ook verslaafd geweest. Ja. En jij bent daar redelijk snel en moeiteloos mee gestopt, heb ik het idee. Ja, dat is precies ook waar die boeken die over verslaving gaan, die laten zien dat je op twee manieren met een verslaving kunt stoppen. En dat hangt weer samen met wat is een verslaving? En verslaving is zelfafwijzing, mm-hmm. die niet gevoeld wil worden, waardoor je een middel gebruikt om het te je wel even goed te voelen. Ja? En dat middel versterkt dan weer de zelfafwijzing. Ja, iedere verslaafde weet dat. In het begin kun je nog een tijdje jezelf wijsmaken dat het helemaal oké is wat je aan het doen bent. Maar ergens komt dat punt dat je jezelf gewoon eigenlijk stom vindt en slap vindt vanwege je verslavingsgedrag. Maar dan kan je er niet meer mee ophouden. Omdat het dan lijkt alsof je je nog stommer en slapper gaat voelen als je ermee ophoudt. Ja. Ja, dus het punt is gewoon dat doorgaan stoppen mensen met een verslaving door niet aan de zelfafwijzingskant, maar aan de gedragskant te stoppen. Dus ze stoppen met het middel. Ja. Ze verbieden zichzelf het middel. Ja. Vanuit een soort van, ik ben zo ongelooflijk rund, nou moet ik er gewoon mee ophouden. Weet je wel, stommeling die ik ben, nou moet ik er mee ophouden. Ja. Dus ze beschouwen de verslaving als hun identiteit. Hè? Juist, ik ben verslaafd. Ja. Ja. En vervolgens gaan ze het gedrag verbieden. Ja. Wat in feite het hele systeem juist in stand houdt. Ja, ja, want je gaat vechten tegen een overtuiging die daardoor dus sterker wordt. Iedereen weet, als je een gedachte niet wil denken, dan ga je hem steeds meer denken. Nou, het zit al, als jij bij jezelf zoiets hebt van, nee, ik rook niet, punt. Ja. Prima. Maar als je zegt, nee, deze maand mag ik niet roken. Ja. Dan zeg je eigenlijk, ik ben een roker. Die niet en ik mag ga roken. Dus van alles doen om dat maar. En dat wordt een stuk te bestrijden. Ja. Dus wat ik mensen dan probeer te laten zien in die boeken ook, is dat je ook aan de andere kant kunt stoppen. Dus je kunt beginnen met stoppen met zelfafwijzing. Dus dat is herkennen. Ja. Ten eerste, je bent niet stom of slap of slecht. Je bent niet eens verslaafd. Je hebt een verslaving. En dat geeft jou het gevoel van stom en slap bezig zijn. Ja. Dus hou eerst op met te geloven dat je stom en slap bent. Ja, nou, daar zijn allerlei hulpmiddelen voor. Mm-hmm. En dan stop je dus met je verslaving niet vanuit, ik mag, het is weliswaar lekker, maar het mag niet meer omdat het zo slecht is. Nee, dan zie je dus, het brengt me helemaal niks goeds. Het brengt me alleen maar shit. Het past niet bij me. Ja. Ja, waarom voel ik me zo naar als verslaafde? Omdat het niet bij je past. Juist omdat je in wezen niet verslaafd bent, leid je zo onder het hebben van een verslaving. Ja. Als je dat eenmaal ziet, dan stop je ermee zonder strijd. Ja. En dan heb je bij sommige middelen heb je dan een paar weken nog een soort afkikperiode. Maar zelfs die kan je moeiteloos hebben. Zoals mensen ook geen moeite hebben als ze een griep hebben. Nee. Weet je wel? Je kan gerust 2 weken griep hebben zonder dat je jezelf afwijst daarover. Ja. Ja? En dan ben je er dus vanaf op een hele vrij gemakkelijke manier. Dus dat was eigenlijk het idee in dat boek De Verslaving Voorbij. En dat is dus later eigenlijk ook weer teruggekomen in het boek Verslaafd aan Liefde. Hè? Waar dat hele systeem als het ware ook zichtbaar wordt, wat jij er net al zei, van verslaafd zijn aan een ego, verslaafd zijn aan een zelfbeeld. Hè? Ja. We denken bij verslaving dat het de middeltjes zijn waar je echt aan verslaafd bent. Ja. Maar dat blijkt wel mee te vallen. Dat blijkt mee te vallen, ja. Het zijn de patronen. Een mooi voorbeeld was in de Vietnamoorlog, zat zo'n 20% van de soldaten aan de heroïne. Ja. Die keren dus tienduizenden verslaafde soldaten terug naar Amerika. Uh-huh. De overheid dacht, dat gaat helemaal mis. Ja. En wat bleek, van al die tienduizenden verslaafden was nog 5% verslaafd thuis en de rest niet. Ja. En hoe komt dat? Je bent in een andere omgeving, je hebt andere patronen en dus is er helemaal niet die impuls van wat moet ik doen. Ja. Dus het zit inderdaad wat je ook zegt, met als je in dat spiraaltje zit met zelfafwijzingen, negatieve zelfbeeld, et cetera. Ja. Ja, ja. Ja, als dat wordt doorbroken, het is echt niet zozeer echt het middeltje waardoor je... En dat is natuurlijk ook de reden waarom veel mensen, als ze dan stoppen met de verslaving, maar ze veranderen niet meteen hun leefsituatie die eigenlijk de aanleiding was tot de verslaving. Ja, als je een rotbaan hebt of jezelf zelf als het ware niet in staat acht om leuke contacten te leggen met mensen en zo, je geremd voelt, dat soort dingen. En daar ga je dan het middel voor gebruiken. Zoals uiteraard bijna iedereen alcohol gebruikt om makkelijker met mensen om te gaan. Om wat spontaner te zijn en zo. En dat versterkt dan weer het idee dat je dus van jezelf niet spontaan bent. En enfin, het hele systeem is duidelijk. Ja. Nu alleen nog van hoe krijg je dat, zware, hoe komen mensen in aanraking met die opvatting? Hè? Want het hele
beeld van een verslaving moet bestreden worden in plaats van losgelaten. Ja. Zit in ook in onze samenleving. Hè? Dus bijvoorbeeld alleen al bijvoorbeeld hoe de samenleving omgaat met drugs. Is ja, ook ja. Een, precies ja. Een, weer hetzelfde voorbeeld van het probleem wordt gecreëerd door de manier waarop je het bestrijdt. Ja. Ja, de hele criminaliteit rondom drugs zou totaal niet nodig zijn. Ja, die wordt gecreëerd door het strafbaar stellen. Ja, en dan heb je natuurlijk mensen die denken, oh, daar kunnen we leuk geld aan verdienen. En dan moeten die mensen weer opgepakt worden en in de gevangenis gezet en zo, weet je wel. Dus het is een non-probleem wat ontstaat door de manier waarop je het probeert te bestrijden. Ja. Dus ik zeg niet van, doe maar gewoon meteen alle drugs legaal. Je kan daar best wel een soort van filter inzetten, zodat je het bijvoorbeeld op doktersadvies beschikbaar maakt en sommige dingen die toch al door iedereen gebruikt worden, weet je wel, die moet je dan maar gewoon wel legaliseren. Ja. Het geld wat je bespaart door de misdaad niet meer te hoeven bestrijden, want die is er dan niet meer, kun je gebruiken om mensen die zeg maar, in de problemen raken met hun verslaving, die kun je dan helpen. Dus het is dus dat ook. Dus de verslaafde denkt, ik moet heel erg vechten tegen mijn aandrang om er vanaf te komen. De maatschappij denkt, wij moeten vechten tegen het drugsprobleem om er vanaf te komen. Het moet verboden worden en steeds beter verboden worden. Heeft totaal geen zin, weet je wel. Werkt averechts. Ja. Ja? En dan bijvoorbeeld de drugshulpverlening tegenwoordig is toch nog voor een groot deel beïnvloed door dat 12-stappenplan van de AA. Mm-hmm. Wat als het ware ook zegt van, je moet beginnen met te erkennen dat verslaving een ziekte is waar je nooit van afkomt. Oh, en dan moet je overgeven aan een soort hogere macht die jou dan gaat helpen om er vanaf te komen. En dan moet je een groep creëren van gelijkgezinde verslaafden die elkaar dan gaan helpen van, wat goed dat je nog steeds niet gebruikt of zo, weet je wel. Wij gaan elkaar helpen om ervan af maar te dan blijven. Maak je je identificatie alleen maar sterker. Ja, dus mensen identificeren zich met, ik ben een verslaafde, maar dan eentje die niet meer mag. Ja. En heel erg zijn best doet om het middel niet meer te nemen. Ja. Ja, en dat is jammer. Ik bedoel, ook die mensen gaan erop vooruit als het hun lukt om het middel niet te nemen. Maar niet zo heel erg veel, want ze blijven in zekere zin verkrampt. Dan is jouw benadering wel tamelijk uniek, denk ik, ook voor dat circuit. Ja, dat denk ik wel, ja. Want je kijkt eerst naar wat maakt dat in jou die drive om bijvoorbeeld pijn te bedekken middels drugs. Ja. Waar komt het vandaan? Ja. En als we dan weer even richting Advaita gaan, ja, dat zit dan toch in de identificatie met een ik. Ja. Met compensatiegedrag, ben ik wel goed genoeg? Ja. Heb ik het leven onder controle? En ik god, al die stress drukt op je. Ja. En dan gebruik je een middel en dan is even je mind leeg. Ja. Een middel wat schijn heeft van dat je het onder controle hebt. Ja. Ja. Ja, dat is zo het werkt. Hè? Dus, maar goed, kennelijk is zowel in de verslaafde het idee heel erg ingebakken dat je moet vechten tegen je verslaving, als ook in de samenleving. Dus alles op zijn tijd. Hè? Kennelijk duurt het nog even voordat ze doorkrijgen dat je veel gemakkelijker met een verslaving kunt ophouden. Ja. Als je het achterliggende probleem aanpakt. Ja. Maar goed, de hele samenleving is helemaal nog niet toe aan de-identificatie. Dat is maar een heel klein zeg maar bovenlaagje. Of misschien moet het maar onderlaagje noemen wat hiermee bezig is. En dus ook dat is gewoon kennelijk hoe het is op het moment. Hè? Je had ook nog vragen van luisteraars, hè? Ja. Ja, die komen dan altijd genoeg. Als je de naam Jan Geurts noemt, dan wil ik alles van weten. Mm-mm. Ik heb er wel een paar bij me inderdaad. En misschien komen we er onderweg ook nog wel op. Maar ik zal eens even beginnen. Oh ja, wat wij vaak horen, ook in de challenge. Wij doen dan eens in zoveel tijd een 40 dagen challenge. Het is een opstapje voor mensen om eens te kijken wat er gebeurt als je 40 dagen niet drinkt eigenlijk. Ja. Of er wat gevoelens naar boven komen, emoties, dat soort dingen. Maar heel veel mensen willen altijd weten, hoe bereik je nou niet meer willen drinken in plaats van niet meer mogen drinken van jezelf. Dat is een heel groot verschil. Hoe kom je daar nou? Wat moet je ik dan denk, voelen? Ik denk dat mensen daar komen als je maar genoeg ellende hebt meegemaakt met het wel drinken. Ja. Dan krijg je door dat die korte momenten dat je eventjes kan ontspannen omdat je je glaasje mag hebben, niet opwegen tegen de gigantische ellende die het gevolg is van, zeg maar, van het alcoholgebruik. Dus als je dan maar dan heb je nog twee mogelijkheden, want mensen komen doorgaans in een gigantische zelfafwijzing terecht als, zeg maar, als hun verslaving al echt nare gevolgen begint te hebben, zo op hun gebied van relatie, op het gebied van gezondheid ook en zo.
En dan ga je dus jezelf steeds meer afwijzen over het feit dat je zo stom bent en zo slap dat je er niet meer ophoudt. En dat houdt dan juist de verslaving in stand. Hè? Dus hoe meer je jezelf afwijst over het hebben van je verslaving, hoe meer je verslaafd bent in plaats van dat je een verslaving hebt. Zodra je kan zeggen van, wacht eens even, dit werkt helemaal niet. Ik bedoel, ik ben niet verslaafd, maar ik heb een verslaving. En een verslaving is iets wat mij telkens weer negatieve gedachten over mezelf geeft, waar ik dan vervolgens weer snel iets overheen moet gooien om het niet te voelen. Wacht eens even, dan kan ik dus eigenlijk veel beter. Ja? En dan stop je niet omdat je jezelf zo'n rund vindt, maar omdat je jezelf een plezier wil doen. En dan komt dus dat willen stoppen in plaats van dat moeten stoppen. Kan het dan ook zo zijn dat je heel vaak op een andere manier hebt moeten stoppen om pas deze manier te kunnen ervaren? Nee, dat geloof ik niet. Ik kreeg wel berichten van mensen die voor het eerst gestopt zijn met deze methode. Hmm. En dan meteen voorgoed er vanaf zijn. Terwijl de andere mensen hebben eerst het 10 keer geprobeerd. Op de wilskrachtmethode heet dat dan. Hè? Ja. En met allerlei varianten eventueel. Maar dus het komt allemaal op hetzelfde neer. Het is stoppen vanuit zelfafwijzing. Vanuit de verplichting om ermee op te houden. Ja. En dat werkt soms ook een tijdje. Maar daar blijft altijd terugval op de loer liggen. Ja, die wilskracht is natuurlijk zo'n highly overrated thing. Ja. Wij denken echt, ja, als ik maar wil, dat is altijd tijdelijk. Hard werken. Ja. Maar dat zien we met de challenge toch ook. De eerste 10 dagjes lukt mensen nog. En ja, fluitend ook. Ja. Wat fijn en fit wakker. En al die dingen heb je natuurlijk meteen eigenlijk winst mee. Ja. Maar dan na een dag of 10, of dat eerste weekend soms al, hè. Ja. Want de verleiding is te groot. Ja. Te vaak op die rem moeten trappen de hele dag en dan s'avonds toch voor de bel gaan. Ja, dat is al het punt, hè. Dan de verleiding, die wordt al, zeg maar, getackled met verzet. Ja. Ja, dus je hebt verleiding en dan zei je, nee, wacht even, ik heb een challenge aangegaan, maar het mag niet. Nee. Ja, ik zeg, als mensen bij mij komen in zo'n bui, dan zeg ik, al begin maar eens eerst met tegen jezelf te zeggen, je mag wel. Ja. En soms zelfs in de tijd dat ik mensen nog hielp met roken en zo, zei ik ook wel van, als ze mij advies vroegen, dan zei ik, je mag een maand lang niet stoppen. Oh ja, ja, ja. Een maand lang moet je echt ophouden met iedere keer weer ervan af te proberen te komen. Ja. He, want dan zitten ze zo in een kramp van verzet en van, het mag niet, ik doe mijn best, ik moet nog meer mijn best doen en zo. En dan, dat werkt dus absoluut niet. Dus heel hard roepen, ik mag, weet je wel, ik mag roken, ik mag nu naar de winkel rijden, ik mag nu een pakje kopen, ik mag hem nu aansteken, ik mag nu flessen drank in huis halen, ik mag nu mezelf helemaal klemzuipen. En dan, ik mag nu, weet je wel, wakker worden met een blok beton in mijn hoofd, dat, en ik mag nu mezelf opnieuw gaan afwijzen over het feit dat ik weer zo stom ben geweest om, ja, en dat mag allemaal. Ja, ja? En dan komen mensen soms langs die hele route. Even weer bij dat gevoel van, laat dan ook maar, soort van, ja? Ja. Dan maar gewoon maar even wachten tot het vanzelf overgaat. Ja, het vechten tegen van, ik mag dit biertje niet, werkt natuurlijk niet in ons brein, want dan is die verschijning er al. Ja. He, ja. Dus inderdaad, dat wegdrukken, dat belichten wij ook in de cursus, dat heeft helemaal geen nut. Ja, het wordt alleen maar sterk, wat je resist, wat je resist, persist. Dus die weerstand, die merk ik zo vaak van, maar dat die zelfafwijzing daardoor alleen maar groter wordt als het dan, ik heb het zelf ook ervaren, ik mocht niet. Maar anderen allemaal wel en ik niet. Het ging echt zo ver dat ik zelfs helemaal in dat zelfmedelijden zat. En dan zat ik op het terras en dacht, wat doe ik hier? Iedereen heeft het leuk en ik mag dit niet. Ja. En dan ging ik het toch doen, want dat houdt geen mens vol. Ja. En dan ging ik het toch doen. En die zelfafwijzing daarna werd elke keer groter en groter en groter. Totdat je op een gegeven moment het echt niet meer weet. Ja. En toen dacht ik, of ik ga er alles aan doen om het op een gezondere manier te doen, of ik begin gewoon weer. Ja. En dan zien we wel waar het schip staat. Nou, gelukkig is het eerste geweest. Maar ook door verslaafd aan liefde vooral wel, dat ik dat gezien heb van, jeetje, laat ik eens gaan stoppen met stoppen. Ja. Laat ik gewoon eens gaan stoppen met stoppen, want dat stoppen maakte me helemaal. En ik had ook nog als bonus de AA erbij, die me nogal een kant op duwde waar ik niet zoveel mee kon. Dat is ook een beetje een kant, er zitten goede kanten aan wel, maar er zitten ook nare kanten aan de AA. En met name dat idee dat het een ziekte is waar je nooit van afkomt. Ja, ja, ja. En dat er een opperwezen of zo jou moet helpen.
Dat tenzij je dat opperwezen beschouwt als wie je zelf werkelijk bent, dan ja, is het wel weer wat spiritueler natuurlijk. Maar waar komt dat vandaan dan, dat het beschouwd wordt als een ziekte? Ja, omdat het zo hardnekkig is en het is weer zo hardnekkig omdat je het beschouwt als een ziekte. Ja, dus precies. Ja, het is een vicieuze cirkel, hè? Ja. Iemand lang gestopt, kan goed zonder alcohol, geen problemen eigenlijk mee, behalve als die op date gaat met een vrouw. Als die? Als die op date gaat. Zoals hij een afspraakje heeft met een vrouw die hij nog niet kent. Dus voor de eerste op keer. Op date, ja. En dan, maar op bij zijn vrienden geen probleem, geen moeite met familie of vrienden, dat helemaal niet. Maar zodra die één keer in het jaar een keer een date met een vrouw, gaat hij altijd voor gaas. Ja. Hij vraagt aan mij, hoe kan dat? Hoe kan dat? Omdat hij kennelijk zijn imago belangrijker vindt dan het vrij zijn van alcohol. Ah. Ja, op een date wil je goed voor de dag komen. Mm-hmm. En dan zal het waarschijnlijk nog te maken hebben met of die vrouw dan wel een wijntje neemt of iets dergelijks. En dan wil die niet onderdoen, hè? Dan wil die niet de saaie Piet uithangen. Dus dan zit er toch nog een imagoprobleem bij. Hè? Mm. Imago van, oké, blij dat ik gestopt ben met alcohol. Maar in sommige kringen wil je dat dan toch niet te hard roepen. Want dan ben je een saaie Piet. En bij de een is dat dan bij een date. Bij de ander is dat misschien als je één keer per jaar bij je ouders op bezoek gaat, die allemaal flink, zeg maar, flink hijsen en gezelligheid en alcohol zijn dan zo'n beetje synoniem. En als je dan niet drinkt, dan ben je ongezellig. Dan verstoor je de gezelligheid. Hè? Dus dat zijn voor mensen vaak de triggers om weer terug te vallen. Ja. Ja, die groepsdruk, dat blijft toch op alle vlakken zo'n stempel drukken op ons. Hè? De mensen zijn, ik denk hoe sterk je geïdentificeerd bent, hoe meer je geneigd bent om je maar te conformeren tot de groep. Ja. Ja, dat is typisch, zeg maar, niet voor niets noemen ze dat mensen sociale dieren zijn. We hebben gewoon al in ons ego zit dat gewoon ingebakken, dat we graag ergens bij willen horen. En als dat dan toevallig een groep is van drinkers, dan ga je dus makkelijker weer drinken. Ja. En het is dus best wel, voor mensen die stoppen met alcohol, is het bijvoorbeeld ook dan in zekere zin wel aan te raden om als je gewend was om elke zaterdagavond in een bepaalde kroeg met bepaalde, zeg maar, alcohol drinkende mensen door te brengen, dat je een tijd lang daar gewoon even niet heen gaat. Ja. Om die druk, hè, om die druk te voorkomen. Dus dat is gewoon een soort van wijsheid. Dat is niet per se verdringen, maar dat is gewoon goed voor jezelf zorgen. Nou, ze hadden ook onderzoek gedaan naar, hebben nou sommige mensen echt meer discipline dan anderen? En dan blijkt dat de mensen die dan een avond niet drinken, besluiten vooraf al om sowieso niet naar het feestje te gaan. Want als je eenmaal op het feestje bent, ja, daar ben ik ook slecht tegen gestand. Ja, rond de uur of 11, doe niet zo saai, man. En dan eentje dan. Ja. En dan weet je het, hè, check. Dan weten we het, ja. Ja. Maar jij drinkt helemaal niet meer. Nee, maar ik heb met alcohol nooit een probleem gehad. Want waar was jij aan verslaafd voor? Amfetamine, cocaïne, de uppers. Hè? De echte, werk. Terwijl alcohol is een beetje een downer. Hè? Ja. En ik word er dus gewoon ontzettend slaperig van. Oh, okay. Dus een half glas wijn. Dus ik vind het best wel lekker. Als ik uit ben eten met iemand die wijn drinkt bij het eten, dan mag ik graag een nipje nemen voor de smaak, maar ik vind het effect van alcohol dus gewoon naar. En bijvoorbeeld hetzelfde geldt ook voor hash. Ik heb jarenlang gebloot in mijn jonge hippiejaren, want dat moest gewoon om erbij te horen. Maar ik heb het nooit lekker gevonden. Het heeft jaren geduurd voordat ik erachter kwam. Ik blode gewoon mee, want het was gewoon de sfeer en de gezelligheid en het was toen nog verboden, dus nog belangrijker om mee te doen. Ja. En telkens als ik dan stoned was, dan moest ik zo snel mogelijk mijn kop onder de kraan en augurken eten om zo weer een beetje normaal geworden. Ja, ik vond het echt heel naar dat stoned. Dus, die andere middelen, dat, vooral de oppeppers dan, hè, daar heb ik een tijd lang verslaafd. Ben ik maar verslaafd cocaïne, geweest. Dat is lastig, hè, om daar los van te komen. Ja, al die dingen zijn lastig om los van te komen totdat je ze door hebt en dan is het niet lastig. Ja. Dat, bij mij ging dat nadat ik er de hoop ellende mee gehad heb, maar die dag dat ik dan besloot om erin op te houden, was echt ook echt de laatste dag dat ik er ooit moeite mee gehad heb. En dat is weer natuurlijk waarom ik dan weer zo'n leuk boek daarover kan schrijven. Ja een heel leuk boek, een heel fijn boek. Ja. Maar hoe lang is dat geleden? Dat ik zelf gestopt ben of dat boek geschreven? Zelf gestopt. Dat ik zelf toen gestopt ben met amfetamine was in 1989. En toen stond jij nog niet eens. Nee.
En toen was ik meteen ook, was meteen helemaal van overtuigd van dit zit goed. Maar ik dacht toch, laat ik voor alle zekerheid dan toch ook nog maar het programma instappen bij de Jellinek in Amsterdam, de verslavingszorg. Ja. Ja. En dat betekende dat je zo om de andere dag je urine moest inleveren en dat je één keer in de week een gesprek had. Oh, ja. En ik vond dat wel, op een of andere manier vond ik dat wel, het bracht me weer een beetje terug op aarde. Ja. En die gesprekken waren heel prettig. Die mevrouw die was, die liet mij wel even vertellen hoe enthousiast ik was dat ik er al helemaal vanaf was. Maar vervolgens zei ze gewoon, wat heb je gedaan deze week en wat ga je doen komende week? Dus je handelingen, wat doe je? Ja. Niet te veel van wat zijn je overtuigingen en dat soort dingen, hè? En dat, ik heb dat toen een paar weken heb ik dat gedaan, een maand of twee misschien wel, dat ik daar die gesprekken volgde. Ik vond het heel gezellig ook, woonde pas in Amsterdam, kende daar niemand, dus ook nog heel erg leuk. En, maar inderdaad, ik heb nooit moeite meer gehad om me niet te gebruiken. Oké. Ik vind het zo lastig dat er zoveel mensen zijn, want ik voel dit in zekere zin ook wel zo. Dat ik het echt alsof ik een kind ben die geen behoefte meer heeft om mezelf te verdoven, zoiets. Mm-hmm. Daar kom ik een beetje vandaan. Nu. Maar er zijn zo ontzettend veel mensen die het dan zo fijn vinden. En dat het na 5 maanden gewoon weer helemaal in elkaar klapt. En dan dat het weer gaat. En dan, ja. En dan probeer ik ook wel uit te leggen. We leggen het ons boekje ook wel uit van. Zo overrated die wilskracht. Dat jij denkt dat je het wel zelf kan. Ja. Dat je denkt dat je het wel kan. En dat het dan toch niet lukt. En dat is gewoon heel. En vaak vallen mensen dan terug in een moment waarop door omstandigheden hun zelfafwijzing weer getrokken. Ja, zeker. Zeker. Dat, ja, een relatiebreuk. Ja, ineens ontslagen worden. Dat soort dingen. Of je doet iets wat ellende oplevert voor een ander. Ja. Waar je je schuldig over voelt. Dat, dat zijn dan vaak de momenten. En als zelfverwijzing getriggerd wordt, wordt ook weer de oude zelfdestructie getriggerd. Want dat zijn, zeg maar, 2 kanten van dezelfde munt. Ja. Ja. En zou het zo kunnen zijn dat mensen als familieleden ook veel drinken? Bijvoorbeeld ouders, alcoholistische ouders, dat soort. Dat je dan meer kans hebt om het gedrag na te gaan doen? Ja, zeker als dat in je jeugd al het geval is natuurlijk. Hè? Dus je ego ontwikkelt zich aan de hand van, zeg maar, wat er om je heen gebeurt. Hoe mensen om je heen zich gedragen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van zichzelf. Ja. En als er in je jeugd veel gepimpeld is thuis, dan is dat een soort van optie die al, zeg maar, ready en willing en able is. Ja. Dan hoef je in je latere leven maar dat te gebeuren en je gaat ook diezelfde weg op. Maar tegelijkertijd kan ook zijn dat je dat, zeg maar, het is ook vooral de neiging om ongemakkelijke gevoelens kwijt te willen raken door een hulpmiddel. Ja. Dat is, zeg maar, het principe van verslaving. Je voelt je ongemakkelijk, je voelt je verlegen, er niet bij horen, wat dan ook. En dan lijkt er een middel te zijn wat jou kan helpen daarin. En roken is dat natuurlijk voor veel mensen de puberteit, hè, erbij willen horen. En dan drinken is natuurlijk een grensvervager. Dus als je wat verlegen bent en wat moeite hebt om in een café of op een feestje, zeg maar, je te verhouden met andere mensen, dan na een paar drankjes gaat dat ineens makkelijker. Ja. Dan heb je dus geen last meer van je remmingen. Het is een ontremmer. Mm-hmm. En dat is ook weer mooi. Dan zie je ook vaak dat alcohol vaak die relatie heeft ten opzichte van andere verslavingen. Dus als mensen alcohol en roken bijvoorbeeld en eventueel ook nog snuiven, en ze zijn met alles gestopt en het gaat hartstikke goed, en ze beginnen weer met alcohol. Ze hoeven maar 1 keer, zeg maar, boven die grens van 2 glazen te komen, 3, 4 glazen. Alle grenzen vervagen, meteen dat sigaretten erbij, meteen. Ja. Als het spiegeltje langskomt met het lijntje, weet je, meteen snuiven ook. Dus alle grenzen zijn weg dan. Ja. En dat is een soort, kan me even helemaal niks verdommen, houding. Ja. Een soort van. En daar zit dus altijd achter weer, kan me niks verdommen, reactie, is altijd een reactie op het mag niet. Dus vaak zat er dus toch nog een soort sluimerend, het mag niet, zat erachter. En dan vallen ineens de grenzen weg. En dan is het dus een soort, fuck you, mag niet. Hey. Weet je wel, ik doe het verdomme lekker toch. Ja. Ja, voelt als een bevrijding ook. En in zekere zin is het even een bevrijding van het idee dat het niet mag. Ja. 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 En dat idee, dat zat er natuurlijk al in, omdat je zo in het verleden zoveel ellende hebt meegemaakt met datzelfde middel. Dus je bent gestopt om van die ellende af te komen. Ja, en dus het is zo'n. Het zit zo diep, dat idee dat je moet vechten tegen de verslaving. Ja.
Ja. En, dat je, en daaronder dus zit heel diep dat je moet vechten tegen nare gevoelens. Hoe begin je jezelf te vergeven en van jezelf te houden? Basically door van je shit te gaan houden. Want ja, dat is het idee, je houden van jezelf. Voor de meeste mensen heeft een soort aureool van lekker in je vel zitten, blij zijn met wie je bent en dat soort dingen. Dat noem ik wel eens wellness spiritualiteit. Dat krijg je in de sauna, kan je dat ook zeg maar leren. Ja, dat je even je helemaal lekker voelt met jezelf. Maar houden van jezelf en vanuit spirituele visie is natuurlijk ontdekken dat alles wat je voelt, gevoeld mag worden. Zonder verzet en zonder identificatie. Dus ontdekken dat je dat allemaal niet bent, maar dat dat gewoon zich afspeelt in de, zeg maar, de denkende geest. En dan ga je als het ware oefenen in het loslaten van het verzet tegen nare gevoelens. Dus heb je een rotavond, er is van alles gebeurd op je werk of wat dan ook, of je partner is bij je weg en je zit thuis en je voelt je eenzaam en mislukt en niet om van te houden. En dan begint houden van jezelf met, oké, dit is een klote avond en dat mag. En dan ga je misschien, als je die kennis al hebt, ga je er af en toe even mee beoefenen. Oefenen is echt even echt voelen. Echt contact maken met niet het verhaal wat telkens zeurt dat je een mislukking bent, maar echt wat je hier voelt in je lijf. Echt, zeg maar, echt heel intens contact maken van wat voel ik werkelijk. Mijn mind zegt wel dat ik een mislukking ben en stom en slap. Maar wat voelt mijn lijf? Wat voel ik hier, hier en hier? Ja, daar, en dan even proberen daarin te ontspannen. Juist niet ervan af willen komen, maar erin te ontspannen. Ja, dus het ego wil stress altijd veranderen in ontspanning, maar de beoefenaar ontspant in de stress. Ja, ik voel stress nu, ik voel pijn nu, ja, ik voel beknelling nu, dus oké, mag. En dat doe je hooguit 5 minuten en daarna ga je een niet-destructieve afleiding kiezen. Dan zei je, oké, dit is een rotavond, hoe kan ik nog zoveel mogelijk leuke dingen doen met mezelf, samen met mijn rotgevoel. Kop thee erbij, weet je wel, goed boek, leuke film, niet zappen. Nee, maar een leuke film, ja, een feel-good film, ja, goed boek, iemand bellen die niet jou probeert te redden. Ja, dus moet je al iemand hebben die jou goed genoeg kent en dus zegt van, lieverd, wat heb je weer een fantastische rotbui vanavond. Ja, ik leef met je mee. Ja. Maar niet van, je bent wel hartstikke goed en je bent wel hartstikke knap en mooi en zo. Nee, is gewoon, je hebt een nare avond, is goed, luister, ik luister naar je. Als je zo'n vriend of vriendin hebt, hartstikke mooi. Die kan je ook inschakelen. En daar begint het houden van jezelf dus. Er staat echt haaks op cognitieve gedragstherapie. Ja? Want daar wordt gezegd, er is een ik en die heeft nu een probleem. En dan gaan wij nu aan dat probleem werken. Oplossen. Ja. Dus dat begint dan met, daar moeten we van af. Ja, een irrationele cognitie. Hè? Jij bent waardeloos en mislukt. Dat is een irrationele cognitie. En je moet nu gaan geloven dat je waardevol bent en succesvol. Ja, dus ga maar voor de spiegel staan. Ja. En dan zeg je, ik ben oké. Ja. Ja, de affirmaties. Ja. Ja. Affirmaties, ja. Ja. Ik heb wat voor de spiegel gestaan, hoor. Ja, alleen jouw brein laat zich niet foppen natuurlijk. Nee, voel me niet ergens naar achter staat natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, iemand vroeg zich af of jij iets van angsten af weet. Hoe kom je nou? Ja, dat weer, hoe kom je er vanaf? Het gaat er helemaal naartoe. Hoe kom je het beste van een angst af? Hoe word je net zo verlicht als jou? Ik ga hem toch stellen. Angst is wel de moeilijkste. Dus we hebben het al vaker gehad over, zeg maar, ongemakkelijke gevoelens. En dat we de neiging hebben om ons daartegen te verzetten. En dat maakt ze dan erger. En dat is dus bij uitstek ook met angst het geval. Dus angst is natuurlijk ook... angst is de moeilijkste om als het ware in te ontspannen. Omdat heel je lijf al in een vecht, vlucht of bevriesreactie komt. Dus dat primitievere deel van je hersenen en angst, die is dan natuurlijk, hebben heel veel met elkaar te maken. Ja. Dus alles, angst zegt in feite, je moet nu echt iets doen om deze situatie te veranderen. Hmm. En daar komt dan bij dat je, meestal gaat het dan om iets wat je niet kan veranderen. Ja. Ja, dus als het angst is dat je partner jou gaat verlaten, daar kan je op dit moment niets aan veranderen. Dat ze gaat weg of ze gaat niet weg, maar jij zit in die angst. Dus dat betekent dat je niks kan doen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld als je op straat loopt en je ziet ineens een idioot met een mes op je aflopen, dan kan je nog hard weglopen. Ja, precies. Of zoals ik laatst had hier in het bos, kwam er ineens bij windstil weer een boom omvallen.
Oh, ik kon net even een sprintje trekken. Ik was net op tijd weg. Heel bizar eigenlijk. Het was heel grappig. Dus dat is bij angst dat je kan weglopen. Maar bij zeg maar, emotionele problemen, waar je angst kan voelen voor een bepaalde uitkomst van een situatie, kan je niks doen. Nee. En dat betekent dus dat je niet kan vechten en niet kan vluchten. En dan bevries je dus. Maar dat bevriezen is een soort tegen jezelf gekeerde reactie. Ja. En dat kan heel pijnlijk en heel verlammend zijn. En dus heel veel verzet oproepen ook. Van ik wil dit niet en heel veel zelfafwijzing. Want het voelt dus ook als machteloos en slap. En wat doe jij? Want jij zult ook, veel mensen die komen, hebben ook trauma die bij jou komen. Ja. Heb jij daar een... Nou ja, de one solution all problems, for all problems. Ja, dat is in Dzogchen is gewoon dus gewaar zijn. Ja, okay. Gewaar zijn en wat ze Tibetaans machupa noemen is niks aan veranderen. Gewaar zijn is dus bewust zijn van wat je ervaart. Maar voor het ego betekent dat vaak nog meer je best doen om er vanaf te komen. Mm-hmm. Dus het is bewust zijn en tegelijkertijd niks veranderen. Laten. Let it be, zong John Lennon. Ja, dit is echt let it be. Dat laat het zijn. Wees erbij aanwezig. Aanwezig zijn bij een pijnlijke emotie. Maar nogmaals, bij angst is dat het lastigste. Mm-hmm. Ja, omdat het zo verschrikkelijk sterk een drang heeft om er iets aan te veranderen. Terwijl er niks te veranderen valt op dat moment. Dus helemaal bekneld in raakt. En dan moet je dus ook oefenen in ontspannen in de angst. En dat gaat net als iemand die voor het eerst in een koud waterzwembad moet stappen. Je doet eerst je teen. Ja, klein beetje, ja. Dus je gaat elke dag heel klein beetje angst toelaten. Klein beetje angst toelaten. En dan... En dan meteen krabbel je weer terug en dat is ook oké, ja. Dus niet oordelen, vriendelijk zijn, vriendelijk oefenen met je eigen angst. En dat is een proces natuurlijk. En daarnaast kan je eventueel hulp gebruiken met een EMDR-methode en ja, zo. Ja, precies. Ja, want EMDR is eigenlijk ook een methode, weer zo'n mooie uit spiritualiteit overgewaaide methode, waarbij je gewaarzijn verbindt met je pijnlijke emotie. Juist. Gewaarzijn wordt hier dan als het ware wakker gehouden door dat lampje wat heen en weer gaat en dat klikkertje in je oren, dus dat houdt je een beetje het hier en nu. Maar de therapeut praat jou ook naar je pijnlijke emotie toe, dus je moet hem echt voelen, die pijnlijke emotie. Daar zit al iets in van vrijwillig er naartoe gaan. Ja. Wat precies het tegenovergestelde is van wat je geneigd bent te doen, hard ervan weglopen. Dus de therapeut helpt jou er naartoe te gaan en de klikkende lampjes helpen jou om een beetje in het hier en nu te blijven. Die twee met elkaar verbinden is wat in feite Dzogchen meditatie is. Ja. Gewaarzijn verbinden met wat je op dat moment ervaart zonder er iets aan te veranderen. Ja. En dat doe je dan een hele tijd. Ja, dat is een project van jaren. Nou, ik vind je metafoor mooi met eerst je teen in het water en dan geleidelijk. Ja. Ik zag zo vaak dat dan mensen, die snapten het en dan leefden ze inderdaad een tijdje dat het in innerlijke vrijheid was. En dan werd er weer iets getriggerd uit het verleden en dan was het echt, maar echt vol erin. Hè? Dus ja. Dat moet je echt heel geleidelijk aan, ga je dat een beetje losweken als het ware. Ja, want anders krijg je ook nog een keer, je dacht dat je hier al aardig mee bezig was en op een dag loopt het even tegen en ben je weer helemaal terug in je oude shit. En dan heb je dus nog een meta-zelfafwijzing van, ik dacht dat ik hier al vanaf was, wat een lul, ben ik toch nog steeds dezelfde sukkel. Ja, krijg je dat, ja. Hoe weet je dat je kiest met je hart in plaats van dat je ego bepaalt, zeg maar? Ah, ja. Die vraag krijg ik heel vaak, is dat nou mijn ego, of is dat nou mijn hart, of is dat nou mijn spirituele inzicht, of is dat nou mijn intuïtie, of zo. In Dzogchen is het zo simpel, alles is ego, behalve dat wat het ego ervaart. Ja. Ja, dus alles is ego. Dus maak je niet druk. Ja, de ene keer is het ego wat zin heeft in seks. En de andere keer is het ego wat bang is om afgewezen te worden. En de derde keer is het ego wat liefdevol compassie voelt voor iemand. Ja, en dat is allemaal oké. Maar het is altijd ego. Het is altijd ego. Ja, dus die tweedeling. Er zijn over spirituele stromingen waarbij er wel een soort daar waar ego meer wordt beschouwd, zoals ook in ons taalgebied, als egocentrisch. Ja. En dan is bijvoorbeeld geld geven aan een ander is niet het ego. Dat is generosity. Ja, generosity. Mm. Ja, vrijgevigheid. Ja, het ego wil houden.
En als je dan wat dingen weggeeft, of je bent lief voor iemand, ja, of je helpt je buurvrouw. Seksuele selectie. Nou ja, whatever. Ja, tuurlijk, dat is het mooie van Dzogchen. Het is gewoon heel simpel, alles is ego. Dus ook die dingen die worden beschouwd als altruïstisch, als meevoelend met, als je één voelen met iemand, verbondenheid, zielenmaatjes, dat soort dingen. Het is allemaal ego. En het mag. Er is niks mis met het ego. Ja, precies. Het probleem is je identificatie ermee. Ja? En dat maakt dat je zeg maar, weer gaat verzetten tegen de nare gevoelens en je gaat vastklampen aan de leuke gevoelens. En dat levert dan de shit op van wat boeddhisten samsara noemen. Ja. Ja? Dus het is allemaal ego. Dus, oké, een voorbeeld dan. Als je, ik noem wat, hè, je zit in een baan die goed betaalt, je rijdt een auto van de zaak, het is allemaal helemaal voor elkaar. Maar je hebt ook een opstartend bedrijfje, ik noem geen namen. En, en dat gaat goed en je voelt daar veel meer, nou ja, je voelt daar gewoon veel meer bij. Ja, maar ja. Je moet dat allemaal opgeven om dat te gaan doen. Maar ja, dus zou het dan angst niet kunnen om zijn? De vaste baan op te geven. Precies. En verlangen om je eigen bedrijfje voor te zetten. En dus dat zijn twee ego dingen die met twee elkaar strijdig zijn. Ja, precies. Want het is niet zo van, nou, ik volg mijn hart als ik voor mijn eigen ding ga. Nee, dat is ook nog steeds ego. Je zou kunnen zeggen dat wat meer risico oplevert is een keuze die misschien wat meer oplevert voor jou op het gebied van groei. Ja. Ja, dus durf je meer risico te nemen, maar tegelijkertijd is dat ook weer niet een wet van mede en persen, want te veel risico nemen en alles kwijtraken, dan zit je daarna met gigantische zelfafwijzing. Dus in Dzogchen zeggen ze altijd, als je niet weet wat je moet kiezen, dan is de beste oplossing is kop of munt. Maakt namelijk geen flikker uit. Bottom line. Nee, want je blijft in je oude baan en dat levert dan resultaten op die bijdragen aan je bewustzijn. Namelijk 5 jaar later denk je, mijn god, wat een ellende was ik maar mijn eigen bedrijf begonnen. Ja, en dan ga je misschien alsnog weg daar. Dus heb je een keuze gemaakt die iets anders oplevert dan je ervan verwacht. Dat heet dan vaak de verkeerde keuze. Maar dat zijn de keuzes waar je het meest van leert. Ja, dat is zeker. Ja? Dus je kan niet een verkeerde keuze maken. Nee, je kan een keuze maken die leuke dingen oplevert. En je kan een keuze maken die nare dingen oplevert. Ja, en beide leveren weer een ervaring op waar je weer verder mee kan in je groei van bewustzijn. Ja. Dus als mensen met dat soort dingen komen, dan zeg ik altijd van als je het echt niet weet. Natuurlijk, je denkt eerst even na. Koop ik dit huis, koop ik dit huis niet? Heb ik het geld? Wat moet ik ervoor laten? Dat soort dingen. Als je dan op een punt komt dat je het echt niet meer weet, gooi kop of munt. En dan heb je heel vaak, heb je meteen nadat je het munt gegooid hebt. Ja. Dan weet je al wat je denkt, wil. Oh shit, nee. Dat weet ik niet. Dan komt er iets uit waarvan je meteen al zegt van nee, toch maar niet. Ja. Nou, ja. Dan heb je ook je oplossing. Ja, en hoe is het dan met mensen die zeggen, je moet luisteren naar je gevoel. Met de keuze die je moet maken, je moet luisteren naar je gevoel. Ja, nou, wat bedoelen die mensen daarmee? Ik bedoel, ja, dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. Want luisteren naar je gevoel, als je gevoel zegt, nou is het hoog tijd om weer flink te gaan drinken. Ja. Dan kan je beter niet luisteren naar dat gevoel. Maar ja, aan de andere kant, als je het kennelijk nodig hebt om nog een keer de down road te gaan, dan moet je maar gewoon jezelf weer klem drinken. Ja? Dus er is geen oordeel. Er is geen oordeel over. Nee. Ja? Ook als je lijden veroorzaakt voor jezelf en ander, uiteindelijk levert het allemaal groei van bewustzijn op. Ja. Alleen het kan soms heel lang duren als je op een verkeerde manier bezig bent. Ja, maar dat heb je dan kennelijk ook nodig. Dus, ja, ik vind in de spirituele wereld wordt vaak gedacht of geredeneerd van nou die gedachten, dat moet er een beetje vanaf. Ratio is vies. Ja. Het gaat om gevoel. Precies, dat bedoel ik. Bovendien, op het moment dat je nog allerlei oude pijn hebt en projecties en trauma's, is dat gevoel. Ja, dat is helemaal. Jij denkt dat van alles en nog wat. Van alles zit daar in en op. Ja. En dan, want ik had er vroeger zo'n spirituele stichting. En dan, nee, ja, ik heb wat ik moest doen deze week niet gedaan, want het voelde niet goed. Ja, het voelde niet goed. Ja. Ga ik dan tegen de Belastingdienst zeggen, ja, ik heb het niet overgemaakt. Nee, ik voel gewoon echt. En ik heb erop gemediteerd, maar nee. Alles, God zei mij, betaal niet. Ja, het is heel grappig, al die aannames. Maar ik vind het ook zo heerlijk. Alles is gewoon ego, er is niks mis mee. Nou, dat is wel een fijn antwoord ook. Fijn, helderheid. Ja, dat bespaart je dus, want wel ego, niet ego, daar zit dus dat oordeel in. Dat bedoel ik maar. En ook ergens van waar ligt dan de grens? Ja. En soms zijn dingen en een beetje altruïstisch en een beetje egoïstisch. En altruïsme is dus ook ego. Het ego kan soms altruïstisch zijn. Ja. Ja, dat is prima zo. En soms is het ego wat egoïstischer.
Ja, en dat is hoe het gaat. Ja, mooi. Ja. Maar zeg je dan dat intuïtie bijvoorbeeld niet bestaat? Nee, maar het, intuïtie is dan is ook een deel van het ego. Ja, precies. Ja, zodra het een gedachte oplevert, is het een deel van het ja, ego. Ja, ja, oké. Okay. Ja, 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 ik snap het, ja. Waar het uit voortkomt, kijk, je hebt in Dzogchen heb je natuurlijk een staat die je kunt bereiken door deze beoefening, waarin je vrij van gedachten bent. Dan ben je dus in een soort pure non-duale staat. Mm-hmm. Als je daar uitkomt, omdat je weer gaat denken, dan hebben die gedachtes, hoewel het ego-gedachtes zijn, maar het zijn dan vrij zuivere gedachtes. Waar ja. dus op dat moment niet te veel vasthouden wat je hebt en wegdouwen wat je niet leuk vindt. Daar zit zeg maar, die ontspanning die, zeg maar, die in dat gewaarzijn zich als het ware op een natuurlijke wijze bevindt, die stroomt dan door in het ego. Dus het ego gaat zich meer ontspannen. Ja. Dat is waarom beoefenaars, zou je kunnen zeggen, een gezonder ego ontwikkelen. Een ego wat zeg maar, minder destructief is, mm-hmm. minder agressief. Ja. En wat vriendelijker is voor zichzelf en voor anderen. Ja, maar dat is ook het ego. Ja. Ja, het enige wat niet ego is, is dat wat het ego ervaart. En dat is zelf niet iets. Dat gewaarzijn is zelf niet iets. Is. Ja. Is wat je er al voor woorden aan kan geven. Mysterie. Open, ruim, zijn, dat zoiets. Ja. Ja. Het gewaar zijn. Mooi, dankjewel Jan. Ja. Leuke week. Nou, gezellig jongens. Ja. Om jullie weer eens te zien.